Iemand die geleefd heeft naar de doelstellingen van het leven. Zo memoreerde president Chandrika Prasad Santokhi ambassadeur Rajendra Kumar Hira, meer bekend als Sonny Hira, bij de uitvaartdienst van deze op zondag 29 november overleden diplomaat. Ambassadeur Hira is op donderdag 3 december 2020 gecremeerd. Hij heeft onder meer in Venezuela en Brazilië gediend en is naast diplomaat ook onderwijzer en beleidsadviseur geweest. Ambassadeur Hira is een week voor zijn heengaan door het Surinaamse staatshoofd benoemd tot commandeur in de ereorde van de Palm. Toen hij dus klaar was, dat was ongeveer 1976, 77, heeft hij moeder leren kennen. Hij kende er al, ik heb begrepen uit verhalen dat hij er als geen. Ze was 16 jaar en hij was 22 of zo. En we vroegen nog van pa, hoe kan je dat doen, 16 jaar? En hij zei altijd, ja, maar ze leek ouder en zo. En ze heeft ook gezegd dat ze 18 was. Dus hij hield van het leven, hij hield van grappen maken. En hij heeft toen de vrouw van zijn droom gevonden. En hij is toen begonnen in 1978 officieel met het starten van een gezin. Daar ben ik geboren. En in 1980 is mijn zusje geboren. En daarna zijn Sergio en Regilio geboren. Een ander hoogtepunt is toen hij zijn eerste post kreeg als diplomaat. Hij heeft een diplomatenopleiding gevolgd. Ik denk dat dat in 1981, 82 moet zijn geweest. En is toen uitgezonden naar Caracas, Venezuela. En dat was zijn eerste stap. Dat was de eerste stap in zijn diplomatieke carrière. Mijn vader was ook een echte family man. Hij hield vreselijk veel van zijn gezin. Hij heeft altijd goed voor ons gezorgd. Hij heeft ons, mijn moeder, wij alle drie, alles gegeven wat we konden krijgen. Hij was echt een family man. En hij kon het met iedereen goed vinden. Mijn vader was een persoon, het maakt niet uit waar je hem zet. Welke situatie, hij past zich aan en hij bracht altijd sfeer in die omgeving. Ongeacht je geloofsovertuiging, je etniciteit, je politieke voorkeur, je sociale status, het deed er niet aan toe. Hij was iemand die gewoon eigenlijk diplomatie in hart en nieren, hij had het gewoon in zijn vingers. Ik ben hem enorm dankbaar voor alles wat hij me heeft geleerd, tot de dag van vandaag. Hij heeft sinds kleins af heeft hij de zaadjes van kennis en wijsheid in mijn geest geplant. En die komen elke dag steeds meer tot bloei. En ze maken me tot de persoon wie ik vandaag ben. Wees dankbaar. Het is het praktiseren van gratitude, van dankbaarheid. En dat nemen we allemaal nog steeds mee. En last but not least, en dat is ook mijn favorite, en Regilio heeft dat ook al redelijk aangegeven, is dat all men are created equally. We zijn allemaal gelijk. En dat is heel belangrijk voor mij, dat is heel belangrijk voor ons, want ook als zonen en kinderen van een diplomaat hebben we de wereld een beetje mogen zien, zijn we in verschillende landen opgegroeid. En mochten we kennis maken met verschillende culturen op relatief vrij jonge leeftijd, wat een hele grote impact heeft gehad voor onze scope, levensperspectief en de manier hoe we met elkaar omgaan. En dat heeft hij ons altijd, altijd, altijd goed weten te teachen, om het maar zo weer te zeggen. En hij had altijd een bepaalde filosofie. Regilio had het ook al een beetje aangegeven, Ferry ook. Het leven is één groot feest, dus laten we het allemaal vieren als één familie. We hebben net geluisterd naar de toespraken van de kinderen. En de toespraken geven een duidelijk beeld van wie we vandaag afscheid nemen. Heer Sonny Hira, zoals we hem noemen, is niet zomaar een mens geweest. Uit zijn levensbeschrijving hebben we kunnen merken, maar ook kunnen zien aan de hand van zijn leven, zijn waarden en normen, zijn inzichten, dat hij zijn leven ingericht had op basis ook van zijn levensfilosofie, ook op basis van de spiritualiteit, maar ook op basis van zijn professionaliteit. En de kinderen hebben het aangegeven dat hij ook
onze schepper heeft kunnen overtuigen om hem op deze wijze terug te nemen. Maar dan nog stel je de vraag van als je dat geweten had, die bedroefde familie, wat zou hij nog willen doen? Wat hij graag zou willen doen als laatste. Maar uit alles blijkt dat hij alles al gedaan had wat hij graag wilde doen in zijn leven, zijn carrière, als lieve man, als vader, als diplomaat, als onderwijzer, als adviseur, als vriend. Dus we nemen afscheid van iemand die geleefd heeft naar de doelstellingen van het leven. En dat is wat belangrijk is als we afscheid nemen van iemand. Iedereen weet dat we voor een korte tijdsperiode hier zijn. Dat zegt ook onze heilige schriften dat de dood het gevolg is van geboorte. Als je geboren wordt, weet je dat je gaat sterven. Dat je tijdelijk hier op aarde bent om goed te leven als mens. Om de doelen van het leven te bereiken en terug te gaan met je karma en je atma. En die doelen heeft hij gerealiseerd. En gaat als tevreden mens terug. En wij hier zijn hier om hem daarvoor dank te zeggen. Hij laat inderdaad ook verdriet achter. Dat is eenmaal als mens dat je gehecht raakt op verschillende wijzen. Maar gaande het leven moeten we ons ook inrichten, ons leven inrichten en ook langzaam onthechten. Maar die gehechtheid zorgt ervoor dat er pijn ontstaat, verdriet ontstaat. Maar ze heen gaan heeft ons allemaal geraakt.